Lekker Bezig is een supermooie oplossing voor eigenlijk werkgevers en werknemers om aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid. De werkgever die krijgt supermooie inzichten in hoe de organisatie ervoor staat en hoe medewerkers ervoor staan. Natuurlijk niet op persoonsniveau, maar op geaggregeerd niveau. Medewerkers kunnen zelf aan de slag door middel van de app. Met verschillende thema's, die zijn niet alleen maar werkgerelateerd, maar ook privé. Nou, een van de thema's is werk-privébalans. Maar ook leren en ontwikkelen, gezondheid en vitaliteit en loopbaan. Omdat wij van mening zijn dat het een balans moet zijn tussen werk en tussen privé. En nu kan de medewerker zelf kiezen waarmee hij aan de slag wil. Ja, een mooi praktijkvoorbeeld van aan de slag gaan met Lekker Bezig is een secretaresse die we goed kennen. Die supergoed is, maar vervolgens wel elke avond de stukken uit zat te werken, PowerPoint zat te maken. Dat kostte er vreselijk veel tijd. Die is aan de slag gegaan met Lekker Bezig, anoniem. Daarna was ze nog steeds supergoed. Maar gaven de collega's opmerking dat ze zoveel relaxter was. En toen heeft ze aangegeven, ja, ik ben aan de slag gegaan met cursus PowerPoint, cursus notuleren. Had ik nooit durven vertellen. En door Lekker Bezig heb ik dat allemaal gevolgd. En heb ik een stuk betere werk-privé-balans. Dus enorme ambassadeur voor Lekker Bezig. Ja, het mooie van Lekker Bezig is dat de werkgever gewoon real-time inzicht heeft in de organisatie en in zijn medewerkers. Jij als werkgever hebt zelf grip op het budget, want je stelt zelf maximum budget beschikbaar. Je weet dat je nooit meer dan dat uitgeeft. In de praktijk is het ook minder, want niet elke medewerker gaat aan de slag of geeft zijn maximale budget uit. Dus je weet eigenlijk altijd waar je aan toe bent. Lekker Bezig is een super laagdrempelige app waarmee je gewoon meer dan 1000 interventies in je broekzak hebt zitten. Ben jij nu ook nieuwsgierig geworden? Neem dan even contact met me op centraalbeheer.nl/lekkerbezig en dan praten we gewoon even met elkaar verder.